vandaag weer een nieuwe projectdag. We laten even zien wat we allemaal doen zijn vandaag. En vandaag krijgt Carlo een stofjas voor de bandenwever. Elwin is hier weer chef paard staan. Maar Elwin kan het veel beter. Naar eens even. Dit is vakwerk hoor, Elwin. Dat is lekker bezig natuurlijk. Jasper is de barbecue meester. Jasper zegt dat er mensen is de barbecue. Ik loop team. Kut. Maar ja, we kunnen die uitzenden voor het kijken waar het kinder is. Elwin in een garage, dat hoort altijd. Met een peukje bek. Kijk eens even, lekker wat klussen zeg hij. En ik heb ook een belangrijke taak, ik mag filmen en overal met mijn vingers afblijven. Maar we gaan weer een stapje verder. Maar voor de les doen niet. Hey, de les is nog terug. Een Carlo-les. Een Carlo-les. Handen plakken. Nee, we gaan niet ontploffen in de camera. Ik blijf je lastig vallen hoor. Kut camera. Het is dus niet eenvoudig, wij krijgen dus een binnenband om onze buitenband. Speciaal voor in de sneeuw hebben we dit verzonnen. Lijkt gewoon een beetje niet. Ja, helemaal niet, Bok. Een beetje normale taal op de camera. Zit ook kindertjes te kijken. Dame Ricardo in beeld. Ik wacht nog steeds op bepaalde woorden, maar dat duurt er even. Ja, dat is voorzichtig nou zien. Wat een verschil. Ik denk dat we niet weer nieuwe veren moeten halen. Dat die dingen niet meer vooruit krijgen. Wat ben jij aan het spelen? Hey. Ben aan het doen. Goed kijken. Goed erin kijken. Goed erin kijken, jongens. Blijf eens straks even, ja? Kijk maar, kinderen. Elke draai heeft je echt rijdt. Ja, dat heb je goed gedaan. Ja, ik heb die gouden sterk, zeg. Dat is wel rood naar beneden, hè? Dat rood moet wel onderblijven, anders past niet. Tillen, hè? Wat ben je aan het doen? Ja, je hebt het gewoon nog niet goed. Nou, gaat dat buurman naar buurman? Ben ik dan? Even voor de mensen thuis, laat je even zien hoe jij het opgemeten hebt. Hij is 1,44, ja. Maar hij is ook 1,44. Ja, doe even, kijk maar even. Jij hebt het opgemeten. Ja, pas nou even. Ja, pas precies. Ja, nee, laat maar even zien aan de mensen thuis. Alleen, de auto is een beetje krom. Ah, de auto is net smaller geworden nadat jij gemeten hebt. Nee, de breedte klopt. Ik ga er niet tussen. Nee, ja, oké. Dus sla je even dat ruitje eruit. Na het meeste denk jij dus dat de auto smaller is geworden? Ja, dat is ook zo. jongen. Jasper mooi gemaakt, zeg, onze barbecue. Oude voedselwisten. Uit voedselwisten. Daar hebben we de dagsponsor. Daar is die hoor. De dagsponsor, hier zo. Hoe is het? Heb je de toeter al laten horen? Nee, dat was ik niet. Ik moet even de toeter laten horen, die jongen. Anton, even oortjes dicht. Pikkeling. Godverdomme. Anton, staat het ook winterbanden, hebben of niet? Ja. Voor wie er nog twijfelt. Heel nieuwsgierig, hè, iedereen. Ja. Belangrijkste onderdeel van de auto, Jasper? De schoorsteen. Oké, zit maar 3 uur werk in. Bloed, zweet en tranen. Dan laten we maar zien wat we dat gaan doen. Wordt gemonteerd. Zeer belangrijk onderdeel, de uitlaat. Speciaal voor het roken van de vis. Naast de loodjes. Joren is het opruimen. Auke en Carlo zijn toch met de nieuwe radio bezig. Ik zei die andere film niet heel goed meer. Ik ga het nog een keer letten worden. Jasper is met de barbecue bezig. En de hele auto is opgeruimd. Nou, dit is in touch, jongens. Er staan hier dus 3 banden in Carlo's kantoor. Dat is een grapje van Elroy. Maar Carlo kwam erachter. Dus Carlo is even een band gaan naar Elroy brengen. Hier, houden. Thank you.
Gaan we aan weer? Toch even. Ja, niet.